Nou, de dames hier, die zitten al lekker te eten. Korn op de kop, mais. Heerlijk. En moeder zit al lekker aan haar 60 glaasje wijn. En jullie zitten lekker aan het mais, maar dat vind ik kippenvoer en dat wil ik niet eten. Het is zo lekker, moeder. Heerlijk, ik wil het niet eten. Kijk, hoe laat is het? Nou, het is toch al bijna 10:30 zo. Nou, we zitten hier heerlijk nog buiten om 10:30. En het is hier nog 30 graden, dus het is nog heerlijk warm buiten. En we drinken een borreltje. Proost. Dit is de Midnight Cactus. Deze had vanmorgen 5 knoppen. 1 is er helaas al uitgebloeid. En deze 4 zijn nu volop in bloei. Ik heb het nooit eerder gezien, wel met 2. En 1, maar nooit met 4 bloemen tegelijk. Heel bijzonder. En het is nu 11:30, dus bijna zijn ze op zo'n grootst. Februari, het is ongeveer 10:50. En dus kijk ik mijn wakker in. Ik heb hier een beetje ontbijt voor hem gemaakt. Dus we zal er best in gaan, als ik niet zo wakker wil worden. Alles zit. Alles is nog donker hier, Mark! Wakker worden! Je bent jarig vandaag! En ik heb hier ontbijt voor je! Waar is het? Kijk eens! Good morning! Jarig Jopje! Proost, jongens. Dit is een van de 12 flessen wijn die we speciaal voor Mark gekocht hebben, net nadat hij geboren was. Het was de bedoeling dat we deze zouden opdrinken op zijn 18e verjaardag. Maar sinds Mark heeft uitgevonden dat de flessen voor $100 per stuk gaan, is dat niet voor een paar maanden drinken natuurlijk. En waarschijnlijk verkoopt hij ze of houdt hij ze of heeft hij ze nog als er 100 wordt. Je weet het nooit. Proficiat. Ik ben 25 jaar getrouwd. Met dezelfde man. Eén en dezelfde man. En we gaan vanavond lekker uit eten en het kind heeft al gebeld en daar zullen we ook nog wel een keertje mee vieren. En dan natuurlijk, ja, zaterdag over een week vieren veel gaan we heerlijk naar Australië. Dat wordt de feestreis eigenlijk. En dan nog 4 dagen naar Nieuw-Zeeland en mijn man heeft net een prachtige bos bloemen meegebracht voor me. Dat is wel fantastisch, 25 rozen! Nou, en een mooie kaart erbij. Nou, dat is... Ik nog eens 25 jaar. Ik hoop dat ze net zo goed zijn. Oh, ja. Zou ik ook zeggen, ja. Hartstikke leuk, ja. Ja, hallo, we zijn nu net thuis. Ja, ik ben nu Amerikaan en dit heb ik van mijn lieve Moesie gekregen. Een hartstikke mooie taart met de Amerikaanse vlag erop. Dat is mijn vlag. Lekker. Oh, lekker. En 16 stirring patriotic themes. En ja. That's it? Ja. Kijk eens aan.
Het is eerste kerstdag. Hier is Tien. Mark is thuis. En we gaan wat cadeautjes uitpakken. Alsjeblieft. Nee, ik begin dan maar. Ja, vooral niet te spannend, hè? 1999, picture of that war by Richard Nixon. Betrouwing! Laat zien. Mom and Pat, thanks for all. Have a great Christmas and a fantastic new year. Love, Mark. Nou, wil je kijken wat dit is? Oh, kijk eens! Een echte European basket. Leuk! Wel, Sinterklaas. Hartstikke bedankt. En het past allemaal zo mooi. Erg leuk en aardig. Nou, het is Thanksgiving 1989. Het heeft lekker gesneeuwd vannacht. Het is koud, maar we gaan lekker op weg naar Brazilië, naar Rio. Op begint het in de sneeuw. Lekker, joh. We zijn nu aangekomen in Rio. We zijn in Copacabana Sol. De vlucht van Washington naar Miami was 3 uur. En van Miami naar Rio, dat was ongeveer 8 uur, ietsjes minder. Het is hier 80 graden, lekker warm. Ik heb hier zo'n ontbijt hier. Dit is een papaya, die schep je dus leeg. En dan eet je het vlees op. Het is een beetje ja, zacht, soepig. Wel lekker. En je hebt er ook sap van hier. Leuk onderweg van het hotel hier naartoe. Dit is natuurlijk de Forbidden City. En wat we hier gezien hebben, mensen op fietsen, duizenden op fietsen en met bakfietsen en brandlers erop en bottels en ijzer en je kan het gekje praktiseren. Maar zelfs de slaapachter op fietsen. Het is verrukkelijk hier. Het is een beetje 6 uur normaal. Het is nog een kwartier, dus.
kan wel heel erg warm worden. Heel mooi hier. Ik kan me best voorstellen dat die concubines hier heerlijk komen samen zijn met de emperor. S'avonds lekker rusten, overdag alleen een beetje rond banjeren hier. Vandaag gaat Mark promoveren, krijgt hij zijn bol uitgereikt en dit is het gebouw waar het in gaat gebeuren. Hier op de achtergrond zie je een stukje van zijn college en hier ook. Het Tieneke staat al klaar en we gaan zo naar binnen, ontmoeten we Mark. Het wordt een hele ceremonie. We gaan eerst sherry drinken om 12 uur. Het is nu 11:30 bijna. En dan hebben we lunch en dan gaan we deze koepel binnen en dan is de bul uitreiking. Thank you.
die is er helemaal niet zo gewend van. Ja, die pakt het pas als ze gaat eten, hè. En de, soms ligt het nog als, en dan komt hij open. En ze zegt nou, wil je haar toch eens kijken? Ze zegt, zo, dat is netjes. Ik zeg, ja, dat gebeurt hier. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! 1993. Oké, Hans, wat heb ik? Schattenboutje. De beste wensen. Voor 1993. En nog 200 jaar daarna. Oh, ik zou niet wel. In heaven or hell. In heaven or hell. Welgelukkig en gezondheid en voorspoed. Ja, whatever. Het is vandaag 14 juli 1998 en we zijn bij Hanzenweert op bezoek en we dachten... Nou, we doen lekker maar Napoleon en Marianne van Edwin. Kijk, weet je, schattenbouwtje. En ja, kijk, en hier, hier kan ik dus mijn beet houden en zo, hè. Ik heb een kluit hier ook. Dit hier. En Tineke heeft het even laten zien, een rok hieronder weer. Kijk. En hier horen kussentjes onder. Ja, allemaal. En dit past helemaal precies. En een mooie hetje. Een beetje, maar even de achterkant. En choker hier. Heel mooi. Hey. Heel erg goed. Oh, schitterend. Oké, jongens.